Sommige politici zeggen dat de overheid te veel geld leent en te veel uitgeeft. En dan roepen ze op om te bezuinigen. Ze zeggen dat dit nodig is om schulden voor later te voorkomen. Maar is dat wel zo? Het klopt dat Nederland een staatsschuld heeft. Maar dat is niet zo erg als het klinkt. Nederland heeft namelijk meer bezittingen dan schulden. Je kunt het vergelijken met een hypotheek op een huis. Bijna iedereen die een huis bezit, heeft ook een schuld. Dat is logisch en niet erg. Bovendien maken bezuinigingen meer kapot dan ons lief is. Ze zorgen voor stijgende werkloosheid en onzekerheid bij veel mensen. Als banen op de tocht staan, wordt iedereen onzeker en gaat minder uitgeven. En iemand die ontslagen is, kan veel minder inkomstenbelasting afdragen. Al met al dalen de inkomsten van de overheid hierdoor sneller en moet er nog meer bezuinigd worden. Van deze neerwaartse spiraal wordt niemand beter. Het gaat best goed met de overheidsfinanciën. Bezuinigen is onnodig en zelfs schadelijk. De FNV zegt: stop met bezuinigen en kies voor meer echte banen. Met zekerheid, kwaliteit en koopkracht.